Ja, Kazuma en Yannick in Rotterdam. Twee nationaliteiten, eigenlijk drie, want half Belg, half Nederlander. Ja, hoe heb je, ja, ten eerste even bij Japan beginnen natuurlijk, is wel zo chic. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Het was een hele spannende match. En had je het idee dat jullie gingen winnen? Had je nog verwacht dat België terug zou komen? Nou, ik hoopte eigenlijk op dat ze 1-0 zouden winnen, stiekem. Maar ik dacht stiekem eigenlijk wel dat ze 3-0 zouden verliezen. Dus dit was wel echt een hele mooie prestatie. Dus voor jou valt het eigenlijk wel mee? Ik ben heel trots op het team. Ze hebben het goed gedaan. Ja. Mooi. En voor jou? Ja, hoe erg Belg ben je vergeleken met de Nederlander? Hoe Belg ik ben vergeleken met de Nederlander? Ja, ik ben hier opgegroeid. Maar op momenten zoals dit komt toch wel een kleine Belg in me naar boven, denk ik. Maar ik had voorheen gezegd, ik zal het ook niet omhalen als ze dan uitvliegen. Maar eigenlijk, nu begint het pas. En ik merkte al, nu krijg ik toch wel een beetje spanning. En ik weet het, halve Japanner. Dus je hebt wel echt goed zitten juichen bij die 3-2. Ja, fuck ja. Intens. Ja. Oh, wel een beetje gelukkig, maar het is oké. Okay. Ik had hem niet meer verwacht eigenlijk, hoewel... Ik zei al, als het 2-1 wordt, dan maken ze het nog wel af. Maar ja, dat had ook zomaar verlengd kunnen worden. Ik heb geen idee. De ja, hele WK slaat eigenlijk nergens op. Ik had graag een verlenging gezien wel. Dat was wel leuk geweest. Ja. Hoe was het om samen te beleven met een biertje erbij? Ik denk dat het wel ideaal was zo, toch? Ja, voor de eerst. Ja, normaal speelden we... Ik vond het echt gereed aan. We speelden eigenlijk altijd samen FIFA en shit. Dus nu stonden we voor het eerst echt tegenover elkaar. We hadden alleen in het team, maar nee, het was leuk. Het was echt leuk. Hebben jullie deze wedstrijd al gespeeld op FIFA van tevoren, of niet? Nee, ik heb geen PlayStation meer. Nee. Alleen maar werken. Alleen maar werken. Mooi. Ja, ga jij het nog vieren? En ga jij je verdriet nog wegdrinken? Dat is de twee vragen voor jullie allebei. Ja, ik kijk nu al uit naar de volgende match. Maar ja, ik blijf nog even dit biertje drinken. Ja, nu ben ik voor België. Maar het is oké. Okay. Japan heeft verloren van een nieuwe wereldkampioen, denk ik wel. Een echt ziek team. België is echt ziek. Ja. En voor jou, wat is jouw precieze achtergrond? Ik ben een half Nederlands, half Japans. En ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat Oranje niet meedoet. En ja, wat doe jij tenslotte, wat doen jullie allebei? Als Oranje speelt en Japan speelt en Oranje en België spelen, voor wie zijn jullie dan? Ja, wel, ik moet eerlijk toegeven, wel voor Holland. Ik heb het niet 4 jaar geleden of zo meegemaakt. Dat was ooit in Nederland, oh nee, dat was een mogelijke Nederland-België. Toen dacht ik, hoor, dit wordt spannend, maar dan ga ik toch wel in mijn oranje shirtje. Denk ik, ja. En jij? Maar het doet er niet echt toe. Nee, het is gewoon equal. Als het maar gezellig is. Ja. Hey, bedankt mannen.